Burgemeester en wethouders van Arnhem vinden dat er alleen maar goederentreinen door Arnhem mogen gaan rijden als de leefbaarheid en de veiligheid van de bewoners langs het spoor is gewaarborgd. Dat schrijven ze in een brief aan de minister. De brief is een reactie op het plan om meer goederentreinen te laten rijden op het traject Elst-Arnhem en Oldenzaal. Het zou gaan om 2 tot 4 goederentreinen per uur.